zelfverzekerd of juist wat verlegen? De deelnemers van de regionale biertapwedstrijden van Zuidoost-Brabant moesten maandag onder toeziend oog van collega's en een strenge jury hun vakmanschappen bewijzen met het tappen van vaasjes bier. Schitterend bier. Heeft u al wat talent voorbij zien komen? Nou, we hebben nou de eerste ronde proeftappen gedaan en er zitten toch wel kenners tussen. Maar we moeten natuurlijk ook doorheen kijken. Het is een beetje de zenuwen, je hebt de handjes al een beetje zien trillen. Maar we hebben ze op zijn gemak gesteld van het is een voorronde, een proefronde. Dus dat komt allemaal goed. Maar er zitten wel talentjes bij, hebben we al gezien. Ja, het is best wel lastig. Of ja, normaal valt het wel mee. Maar hier staat iedereen je toch aan te kijken. En het moet wel helemaal perfect zijn. En dat is wel lastig, denk ik. Biertjes tappen, is dat moeilijk? Geen kunst aan. En waarom is het dan zo bijzonder om hier aan deel te nemen? Omdat je nou collega's hebt die naar je aan het toekijken zijn hoe jij een biertje aan het tappen bent. En normaal word je niet zo op je vingers gekeken. Dus nu wordt het een stuk moeilijker. Waar let de jury zoal op? Ja, op de kleine dingetjes. Het perfect schoonmaken van de glazen. Het water eruit laten lopen. De consument die wil een glaasje bier en geen glaasje leidingwater. Dat is misschien wel erg overdreven, maar dat moet er ook uit. Het glas moet schoon zijn. Er moet er geen lipstift aan zitten van de vorige drinker. Al die kleine dingetjes. En de tapper die moet ook een beetje leuk overkomen. Je moet het een beetje verkopen. Ja, je moet opletten dat het glas goed schoon is. En wat ze net ook een beetje uitlegde, je moet er eerst een beetje bier uit laten lopen. En dan goed eronder houden en meteen afschuimen. Maar wie zijn er beter, mannen of vrouwen? Over het algemeen hebben de afgelopen edities de oudere vrouwen gewonnen, maar dat is puur uit ervaring. En dat ze hier wat beter bekend waren bij de brouwerij en de kastelijnen. Wie zijn er beter met tappen? Mannen of de vrouwen? Nee, daar kun je nou nog helemaal niks van zeggen. Nee, er zitten een paar goede jongens bij, er zitten een paar leuke spontane meiden bij. Nee, daar zou ik nou echt nog niet een oordeel over kunnen vallen. Maar later op de avond misschien wel. De winnaars gaan door naar de districtskampioenschappen in november. Waaruit maximaal 5 kandidaten doorgaan naar de landelijke finale begin 2013. Ik ben er niet van.